We worden een fantastisch jaar. Het is een mooi bouwproces om die drie gemeenten samen te voegen. We zijn op het ogenblik de coupure aan het sluiten vanwege de dreigende hoge waterstanden. Een gebied ter grootte van zo'n 4500 hectare met een kleine binnenzee. En sinds 2015 tot op de dag van vandaag is heel hard gewerkt om te zorgen dat we op 1 januari 2019 een succesvolle nieuwe gemeente Altena kunnen gaan tegemoet zien. Eigenlijk was het zoveel materiaal dat het zonde was dat het daar bleef liggen en wilden we het graag aan de inwoners laten zien. Gefeliciteerd, €875 voor de rondvlucht. Hij is gewoon uitgehongerd van het rouwen en hij trekt ook niet verder, want zwanen horen gewoon in koppeltjes. Het voornemen is van de drie colleges en de Rabobank om te kijken of dat uiteindelijk de unilocatie, die ene locatie waar het nieuwe gemeentehuis kan komen. Ja, een terugkerend heel leuk evenement voor de muziekmakende jeugd. Volgens de regels van de KNSB, dat is de Nederlandse Schaatsunie, is het met gezond ijs zoals het nu is, dus geen sneeuwijs, 9,5 centimeter, dan hebben wij als vereniging toe gestaan om open te gaan. Een fusie die zich echt heel goed ontwikkelt, hè, waar hard aan gewerkt is, overigens ook door de bevolking, betrokken bij de toekomstvisie en nu die nieuwe gemeente maken samen. Wij blijven gewoon full speed bezig tot de laatste dag. Vandaag niet stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen, maar voor het referendum op het gebied van de wet op de inlichting en veiligheidsdienst. We hebben in aanloop natuurlijk ook een beoogd gemeentesecretaris nodig en een beoogd griffier. Leren over de natuur, over de dieren, maar het is natuurlijk fantastisch om vandaag gewoon in de praktijk met de leerlingen hier te helpen. 1, 2, 3. Yeah! Dit is inderdaad uniek. Het had origineel had het een prachtige bronzen loop, maar ja, die is natuurlijk in de loop van de jaren verdwenen. De laatste keer dat dit als zelfstandige gemeente in Woudrichem plaatsvindt, hè, volgend jaar is dat Woudrichem een onderdeel van de gemeente Altena. Dus het is wel eigenlijk ook een beetje een bijzonder moment dat dit nu voor de laatste keer op deze manier gebeurt. Het finale is nu in volle gang en dan doet het wel een beetje pijn om langs de kant toe te kijken. Maar ja, ik heb me ervoor op kunnen voorbereiden, 3 weken geleden gevallen. En dan weet je, dan komt het gewoon te kort als je een sleutelbeenbreuk hebt. Van het gasveld Waalwijk Noord ligt het noordelijkste puntje in Drongelen. Aan de ene kant gaan we stoppen met gasboren. En nu lijkt het erop alsof in Brabant weer beginnen met gasboren. Naast de bestaande Merwedebrug gaan we een nieuwe brug bouwen. Daar zijn we best wel een tijdje mee bezig. En ongeveer een jaar of 3 bouwen we daar wel aan. Vervolgens kan daar het verkeer op. Zodat we ook zorgen dat het verkeer blijft doorstromen tijdens de bouwwerkzaamheden. Dat is belangrijk, dat wil je ook. Hè? Er is al heel veel file. En we willen eigenlijk voorkomen dat er nog veel meer file ontstaat tijdens de bouw. Schilderen met ouderen in verzorgingshuizen. Ja, dat is unaniem. Dat past helemaal binnen het budget van die €2000. Dus prachtig. Welk instrument speel jij? Ik speel saxofoon. En vind je dat leuk? Ja, dat vind ik heel leuk. Wij wilden natuurlijk de gemeente vangen van wat is nou karakteristiek voor deze gemeente. Natuurlijk is het heel natuurrijk en is het heel mooi. Maar wat echt heel typisch deze streek is, is dat het omsloten is door rivieren. En nu vind ik dat het moment van hunkering is aanwezig. En die hunkering komt vandaag bij elkaar samen in het bewegen met 21 kernen. Daar gaan we beginnen, dames en heren. De slag van Altena 1393. Het is ontzaglijk droog. Dat is allemaal gewoon hier verwerken. De belauto is alternatief openbaar vervoer als er geen regulier openbaar vervoer meer rijdt. In de gemeenten Werkendam, Woudrichem en Aalburg. Deze week zijn er 2 waterbuffeltjes geboren in de Noordwaard. In Werkendam is de eigenaar van de scheepswrakken in het haventje aan de Keizersguldenwaard begonnen met het wegslepen van de wrakken. Ja. Gewoon een normale jongen. Het stamt uit 1815. In die periode moest elke gemeente een eigen wapen laten maken, zogezegd. We delen met u, rebellieden, het lichaam van de opperste. En waarom doe je er eigenlijk mee? Ja, het is voor een goed doel en ja, ik wil eigenlijk wel weten hoe andere kinderen zich zo voelen. Vorige week hebben we 50.000 bezoekers gehad. Sinds hele lange tijd is dat niet meer geweest. 19, nog eentje! Daar is nog! 20!
Wethouder van de gemeente Aalburg, Wijnand van der Hoeven, is blij dat de werkzaamheden zijn begonnen. Ja, daar ben ik wel erg blij mee. Alles. Alle dieren die in nood zijn, die worden door ons geholpen. Viel toch nog wat dingen. Totaal wordt afgebroken, dus ja, over 2 maanden is er niks meer van te zien. De werkzaamheden aan bruggetje Jan Zand in Hank zijn op de dag dat de werkzaamheden zullen starten na veel protest stilgelegd. Welkom in de duurzaamste woning van Brabant. Kom binnen. Hartelijk welkom bij het Radio AFM en Altena TV verkiezingsdebat met onze lijsttrekkers. Nog 53 dagen en dan gaat de gemeente Altena van start. Als je wil dat je hier veilig wil blijven wonen en je wil niet dat je in de problematiek komt die in Groningen is, dan moet je die petitie gewoon tekenen. En het is een historisch moment, want we staan op het punt afscheid te nemen van de gemeente Werkendam. Ja, ik verwacht weer een hoog percentage. Dat weet je traditioneel in het gebied dat er een hoog opkomstpercentage is. En ik hoop dat de mensen in dit gebied dat ook weer ook waarmaken. Kijk naar een reportage van Altena TV over het drugsgebruik onder jongeren in Altena. Problematisch? Oordeelt u zelf. En dit is de voorlopige uitslag. Morgen houden we op de hoogte van de definitieve uitslag als alle stemmen worden geteld. Maar hier laten we het bij voor deze avond. Blijf betrokken bij het bestuur. Blijf ze aanspreken, want ze zijn er voor u. U heeft ze immers gekozen. Afscheid nemen, dat duurt altijd een beetje pijn natuurlijk. Dat is altijd een beetje vervelend. Maar als je dan weer een perspectief hebt, dan ga je daar weer op richten. Het is een snelheidsmeterspapot. Zo wordt hij genoemd. Deze genoemde punten leidt tot het advies om het formatieproces in te gaan met de volgende 4 partijen. Het CDA, Altena Lokaal, SGP en Progressief Altena. Dit is de afscheidsavond van de gemeente Woudrichem. Dit is Woudrichem slaat af. Hoe is Hank? Hank is echt top. Als je ziet wat er zoveel mensen klaarstaan en die allemaal iets gedaan hebben voor het goede doel, dat is echt hartverwarmend. Hank, dankjewel! Hey!